Wat superleuk dat je er bent voor onze virtuele tour. Wil je deze koptelefoon opzetten? Dan zal ik je rondleiden door onze school. Laten we meteen beginnen. Loop maar naar de ingang. Via deze deur kom je altijd binnen. Dit is meneer Paulusma, de conciërge. Hallo, ik heb een kleursleutel voor jou. 1123, dat is daar om de hoek. Alsjeblieft. Veel plezier. Hem zul je vaak aan het begin van je schooldag en in de pauze zien. Als er wat is, kun je altijd bij hem terecht. Als je op school komt, ga je vaak als eerste naar je kluisje. Je jas, de boeken die je pas later op de dag nodig hebt, of je gymspullen kun je daarin kwijt. Meteen op de eerste schooldag krijg je al een kluisje. Vet handig! Hey! 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 Om 8:20 beginnen de lessen. We hebben geen bel, dus je moet zelf goed op de tijd letten. We hebben studiecoachles. Ga je mee? 1 keer in de week beginnen we met studiecoachles. Daar geven bovenbouwleerlingen bijles aan leerlingen uit de onderbouw. Het kan heel fijn zijn als een bovenbouwleerling iets in eigen woorden uitlegt. Doei! Hi, ga daar maar even zitten. Hi! Hallo. Ik ga nu deze zon even op. Jij hebt ook iets proberen? Zij gaan nu aan de slag met wiskunde en Engels, maar ik heb je nog meer te laten zien. Kom, dan lopen wij verder. Ga hier maar linksaf. Pak je telefoon maar eens. In magister staat je rooster. Ik zie dat jij nu Frans hebt. Dit is mevrouw Volkerts. Ah, bonjour. Fijn dat je er bent. Ga je zitten? Er staat een naam achter op het bord. En jullie mogen met behulp van Franse vragen proberen te achterhalen wie dat is. Qui commence? Et vous, américain? Oui, je suis américain. Et vous, je? Non, je ne suis pas je. Oui, Ando? Êtes vous très jolie? Donc on va dire comme ci, comme ça. Et vous peut-être le président Joe Biden? Oui, je suis le président. Tu l'as bien fait, c'est correct. On y va. Dat betekent, laten we gaan. Au journée. Au revoir. Ga hier maar de trap af. Oh, wat een mooi atrium hebben we, hè? Ik wil je nu graag het leerlingkantoor laten zien. Daar vinden onder andere LMO-gesprekken plaats. Tijdens zo'n LMO-gesprek, leerling-mentor-oudergesprek, vertelt de leerling wat zijn of haar doelen zijn voor dit schooljaar. Jij bepaalt dus zelf waarover het gesprek gaat. Hoi! Hallo! Ja, natuurlijk met een beetje hulp van je ouders en je mentor. Hé, het is nu pauze. Haal me wat lekkers bij de keuken en zoek dan een plekje uit in het atrium. Mooi, dankjewel. Smakelijk. Het Rachse heeft officieel een gezonde schoolkantine. Dus als je een keer iets wil halen, is het altijd een gezonde keuze. Hey! Hoi! Hoi. We gaan nu een kijkje nemen bij een project waar leerlingen uit verschillende klassen aan meewerken. Hallo, welkom bij Techniek. Loop je verder. Hoi. Deze leerlingen hebben interesse in techniek, zijn ondernemend en kunnen wel wat extra uitdaging gebruiken. Kortom, dit is het Lyceumlab. Zet hem maar aan. Deze leerlingen hebben met hun zonneboot de eerste prijs gewonnen in de Young Solar Challenge, een landelijke wedstrijd.
Laten we verder gaan. Hey, ho, wacht. Hoor jij dat ook? Ha, ja, die muziek die komt vast van het Raster Lyceum Theater. Daar zullen ze dus nu wel aan het repeteren zijn. We gaan daar even kijken. Misschien mag je zelfs wel even meedoen. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. Ieder jaar speelt het Raster Lyceum Theater een prachtig toneelstuk in de Lawaai. Zo, dat was leuk. Wist je dat we ook nog een hele mooie mediatheek hebben? Je mag er wel naartoe lopen. Dan wacht ik daar op je. Hoi. Ah, daar ben je alweer. Wat leuk dat je kon kijken naar onze virtuele tour. Hopelijk vond jij het ook leuk. En zien we je snel bij ons terug op school. Doeg! Hey hoi, hoe was de tour? Heb je nog vragen? Op de startpagina van de Open Week kun je nog meer video's bekijken. En je kunt ook een persoonlijk gesprek met mij inplannen. Graag tot ziens!